Biotech is voor velen een wat mysterieuze sector. Woorden als GGO of genetische gemodificeerde organismen schrikken dan ook vaak af. Maar onbekend is onterecht onbemind, zegt de UGent, want de biotech vormt een belangrijke schakel in onze kenniseconomie. De markt of het aantal jobs telt nu ongeveer 19.000 directe jobs vanuit de biotechnologie. Maar voor elke job wordt er 4 jobs gecreëerd voor of achter in de keten. Dus dat telt ongeveer 75.000 jobs. Toch is het niet alleen daarom dat er een omvangrijke Oost-Vlaamse N-VA-delegatie een bezoek brengt aan de universiteit. De partij ziet voor de sector een belangrijke rol weggelegd voor de klimaatproblematiek. Waarbij dat we willen aantonen dat heel wat van de problemen met betrekking tot klimaatopwarming en dergelijke meer, en de ruimere milieuproblemen, dat we die kunnen oplossen of voor een groot deel tegemoet kunnen komen door middel van innovatie. En we zitten hier bij de biotechnologie, bijvoorbeeld in de landbouw zijn de mogelijkheden daar ongezien. Zo kweken ze hier planten die beter tegen de droogte kunnen. En ook de luchtvervuiling wordt hier aangepakt met micro-organismen die CO2 uit de lucht halen. Vraag is wel of al die kennis hier blijft, want door de strenge en soms ook wel trage Europese regelgeving vluchten heel wat wetenschappers naar het buitenland. Door de regelgeving is het moeilijker om de toepassing op de markt te brengen. En we zien toch wel dat er een braindrain is naar het buitenland van zowel mensen met kennis als ook onze technologie. De politici hebben alvast vertrouwen in de toekomst, want ze spelen zonder verpinken een nieuw soort suiker naar binnen. Een suiker die, u raadt het al, nog niet is goedgekeurd door Europa.